Don't walk away from me. Don't walk away from me. Ook heb ik weer post gehad van een bekend bedrijf. Wat met de letter B begint voor die beste man die hier 14 dagen heeft vertoefd. Die Marcel met die verschillende achternamen. Ja. En dat is onze Patrick. Jo. Hij schat. Hij schat. En ze is niet alleen, maar de geliefde die zit op de wc. Ja. Ja. Doet ze daar even niet mee. Nee, dus nog niet. Nee, hij zal wel, weet ik veel wat doen. Don't walk away. Hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds vrijdag. De 18e van de 8e 2023. En we leven alweer, ja, bijna kwart voor drie. Ik ben heel erg laat, maar... Jullie merken het al. Ik heb knallende hoofdpijn, wat momenteel nog niet echt zakken wil. Ik heb alles al geprobeerd en ik ga straks met de meisjes even lopen. Als ik terugkom, het is nog niet over, neem ik weer even wat in. En dan moet ik naar de foamer even wat boodschapjes doen. Want ik wil toch hebben dat mijn visite van vanavond doorgaat. En of ik dan op vloggen ga, dat weet ik niet. Ik weet niet of ze erop willen, ik weet het echt niet. Maar dat komt dan wel. En voor de rest hoop ik toch wel een gezellige middag te krijgen. En ik moet ook nog wel eigenlijk een vlog in elkaar zien te zetten. En of dat lukken gaat, dat is vraag 2. Maar dat zien we dan wel weer. Ook heb ik weer post gehad van een bekend bedrijf. Wat met de letter B begint voor die beste man die hier 14 dagen heeft vertoefd. Die Marcel met die verschillende achternamen, ja. Ik weet het allemaal niet, maar nou heb ik 3 brieven achter elkaar gekregen. Ik denk er vandaag in, gisteren in, eergisteren in. Hoe dan? Ja? Maar ik heb ze al gebeld en alles, dus ja. Komt allemaal wel goed. En ik heb een brief voor mezelf. Ja, we zijn blij met je hulp. Ja, van de KWF. Dus dat gaan we ook vandaag of morgen openen. Want zover is het nog niet. Van 3 september, geloof ik. Maar dat valt op zondag. Dus het wordt een dagje later. Want ik ga niet op zondag lopen. Nee, echt niet. Maar het is wel van al zondag. Maar ja, wie gaat er op zondag lopen? Dan ben je niet goed bij je hoofd als je dat gaat doen. Dat behoor je niet te doen. Niet als christenen zijnde en gewoon zondag is in principe een rustdag. Ik doe ook wel eens dingen, maar niet, nee, niet dat. Ga je niet doen? Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van je dag. Het is hier de hele dag al bewolkt en grijs en grauw. En ja, af en toe denk je van, wil het zonnetje nou wel of wil het zonnetje nou niet? En dan zie je een paar straaltjes en dan is het weer weg ook. Dus ja. En het is daar nu zeggen ze, 20 graden. Maar op mijn computer staat er heel allerlei andere dingen. VFTS, ik weet het allemaal niet hoor. Wat dat inhoudt, het heeft wel met het weer te maken. Ik zal hem even aanklikken. Oh, daar staat 23 graden op. Ja, aan je hula hoop. Echt niet. Ja, daar staat 20 en daar staat 23. Mijn telefoon, mijn neus ook nog te kriebelen, ken je dat? Hé, koekjes! Andersom, niet op zijn kop, dat gaat het niet worden.
klikken we die ook aan. En daar blijft hij gewoon op 20 staan. Ja, gewoon op 20. Dus dan heb ik ook al gelijk. En deels zonnig. Zie het zonnetje niet? Ja, wel stralen. Nou ja, wie weet wordt het nog wat warmer. We weten het niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga mijn neus snuiten. En ik ga de meisjes uitlaten. En dan ga ik naar de zomer. Ja, gaan we lekker gezellig doen. Ik weet niet of ik jullie meeneem, dat zien jullie dan wel weer. En zo niet, hebben jullie pech. Ja toch? Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Zo lieve vrienden, ik ben weer thuis voor boodschappen doen. Ik heb een leverworst. Ik heb zo'n kookworst geloof ik. Ik heb tompoes gehaald bij de koffie. En ik heb een fles cola gehaald, want ze willen cola. Nou, dat kan. Maar ik had de cola gebruikt om iets proberen te ontroesten. En de cola van Karin, ja, dat laat ik staan, want dat is zero. Weet ik wat het allemaal inhoudt. En dat is van Karin, dus dat laat ik staan. Dat geef ik niet aan hun. Maar in ieder geval, voor de rest heb ik dat in huis. Maar ik heb nog steeds hoofdpijn. Ik heb nou een broodje. Ga ik opeten, dan neem ik mijn medicatie in en ik zal proberen aan een vlog te beginnen om die in elkaar te zetten. Koffie staat, dus het komt helemaal hopelijk weer goed. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het is nu mooi weer, hier in Den Helder. Af, ja, hier en daar een wolkje, maar het zonnetje schijnt weer en daar ben ik weer blij mee, ja. Maar ja, mijn hoofdpijn dat komt uit mijn nek en als ik zo kijk, dan doet het hier al helemaal, dat is gewoon, lijkt wel of het helemaal aangetrokken wordt. Nou, niet fijn meer, nee. Maar ja, maakt niet uit, komt vanzelf wel weer goed. Voordat ik een oud kereltje ben en dat word ik niet, dus komt het wel goed. En anders maar niet, dan moeten we mee leren leven. Maar dat is niet nodig, denk ik. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, gewoon genieten van je verdere dag. Laat leven, 18 minuten over 4, dus ja. Er zijn weer mensen die gaan warm eten klaarmaken, dus smakelijk eten, bon appétit en tot later. Ja, lieve vrienden, jullie horen het al wel weer. Het is inmiddels 5:05 op de computer en ook op Google. Dus hij is 5 minuten alweer achter. Dus dan weten jullie het even voor de volgende keer. Ik ga nou net beginnen aan een nieuwe vlog video. Oftewel vlog / video. Maar ja, jullie weten het. Ik ben zo veranderlijk als het weer. En ja, hoe komt het weer zo veranderlijk? Dat weten we, dat weten de wakkeren. Enkel de slapende nog niet. Maar ja, dat wordt in Harp allemaal gedaan, hè, dat veranderen. Nee, moeder de natuur die doet het bijna zelf niet meer. Ja, sommige dingen wel, maar sommige dingen dus niet. Maar in ieder geval, daar heb ik ook weer iets opgemaakt. Ja. Dat doe ik altijd eerst. Eerst die plaatjes maken waar het over gaat. Of het nou over liefde gaat, of een overlijden van iemand, wie dan ook, maakt niet uit. Ik maak plaatjes, felicitaties, allerlei soorten plaatjes. En ook momenteel nu plaatjes voor bij de intro. Zo heb ik dus ook een hele tijd, zoals jullie weten, gedichten gemaakt. En dat komt dan aan het einde. Maar dan was ik op een gegeven moment zo zat, iedere dag weer een gedicht bedenken. Iedere dag weer. Nou, dan loop je ook een beetje van om. Ja, en ik denk, nou, ik ga weer eens wat anders doen. Ja, toch? Dan blijft het nog leuk en gezellig ook. Ja. Ik ga nou zo meteen starten. En ik zet de boel tot zover klaar. Ik let ook een beetje op de tijd. Want ik moet de meisjes uitlaten. En rond 8:00 krijg ik visite. Dus ja, dat moet wel even leuk worden, hè? Ja. Dus veel zal ik wel niet doen, maar ik zet het wel klaar, zodat ik desnoods morgen verder kan. Ja, toch? Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles vanavond. En moet je eten, smakelijk eten, bon appétit. Heb je al gegeten? Nou, mag het wel bekomen.
een hele fijne, liefdevolle vrijdagavond gewenst. Geniet ervan en tot later. Nou, dan ligt onze Elwing lekker op de bank, hè? Ja, en Rijka die ligt daar in de vertrouwde speelgoedbox. Ja, die is onderweg stout geweest, ook dat nog. Die heeft ook een flink standje van me gehad. Maar ja, dat moet kunnen, dan moeten ze me luisteren. Het is net zoals met kleine kinderen, ja. Dus. En het is nou alweer, even kloeren, 19:46. Ik was vanmiddag hiermee bezig. En door mijn eigen stommiteit, ik deed wat fout. Het was weg. En ik had enkel in het begin maar opgeslagen. En nou ben ik even gestopt om mijn koffie op te drinken. Die heb ik nou inmiddels op. En ik heb hem nou wel opgeslagen, ja. Yeah. En ik was bijna op het eind, hè. Ik moest enkel nog maar muziek eronder zetten. En een switch ertussen. En ik moest nog een tekst erbij doen. Wat ik altijd doe. Van tot morgen, et cetera. Ja, dus. Nou ja, en het is nou... jullie zien het. 19:46 en ik zou rond 8:00 visite krijgen. Dus ja, daar is ook de wacht op. En dus, maar het komt allemaal wel goed. Ik ga nog eventjes verder voordat ze komen. Want wat af is, is maar af. Ja toch? Ik zou zeggen, ja. Ja, echt waar. En geniet gewoon verder van jullie avond, gaan wij straks ook doen. Met de tweede ronde met de dames is mijn hoofdpijn gelukkig gezakt, ja. Daar stond 21 graden, daar stond, dat ding is helemaal gek, 25 graden. Hoe dan? Ik heb steenkoude voeten, hè. En hij zegt daar 21. Maar dat is, vind ik ook niet, want ik heb mijn jasje aan moeten doen op de gracht al. Hier al, in de Luwte, loopt het allemaal goed. Dus zodra je op de vlakte komt, dan is het, vind ik, koud. Ja. En vooral op de gracht en die rothoek daar waar ik altijd langs ga. Ja, hoe dan? 21 graden. Ik ga het niet vragen, want dan gaat jullie je geval ook weer praten. Hè? En dat moet maar niet, die reageren erop als jullie er ook een hebben. Maar de computer, 25 graden, deels zonnig. Ja, het is even zonnig geweest. Ik ga er weer op klikken. Kijken wat hij zegt. Zal wel veranderen, mag ik hopen. Hallo? Hallo? Ik krijg allerlei kaartjes en dingetjes en datjes. Hij blijft er 25 en deels zonnig. Hij vervegt het niet, hè? Raar. Heel raar. Het is geen 25 graden. Langer dan lang niet. Want met 25 graden hoef ik mijn jasje niet aan te doen. Ik vind dat bizar. Niet hier in ieder geval. Echt bizar. Maar ja, oké, lieve vrienden. Geniet ze. En geniet een beetje mee. En daar ligt onze Elwing. Gaan we straks plasje doen buiten. Gaan we straks loopje doen. Ja, waar is die andere? Oeh, die hebben we hier. Onze Rijka. Ja, en jullie zien een voet. Eén voet maar. Waar is die tweede voet? Ja, en er zit ook nog een persoon aan vast. Ook dat nog. En dat is onze Patrick. Jo. Hij schat. Hij schat. En ze is niet alleen, maar de geliefde die zit op de wc. Op de wc. Ja. Doe het vandaar even niet mee. Nee, dus nog niet. Nee, hij zal wel weet ik veel wat doen. En wat gaan we zo meteen doen? Ronde met de honden. Ronde met de honden. Hé, hey, dat rijmt ook nog. Ronde met de honden. Ja. Ja. Sinds wanneer kan jij rijmen en dichten zonder je hempje op te lichten? Ze is al een hele tijd. Hé? Ja. Verleden hadden we deed ik mee aan acteerles. Hadden we ook een dag dat je voor iemand anders moest doen. Ging ik mee als dichter. En ik werd door alle dichters uitgenodigd. Zo goed waren de gedichten die ik mee had. Ik hoor een deur gaan. Kom maar. Ja, en daar hebben we Sky.
Was je me kwijt? Ja. Ja. Hi Sky. Ik had mezelf opgesloten. Hi. Hi. Hallo. Had jij jezelf opgesloten? Hoe doe je dat? Ja, op de wc. Ik was kwijt. Boekie zoek. Ja, een boekie zoek. En dus. Nou ja, dat is de Sky. Hè? Wow. En dus. Helemaal geweldig en we hebben een hele leuke avond. Zeker. En zeker, hartstikke gezellig. Ik ben ze ook eeuwig dankbaar, want ze hebben wat voor mij gedaan. Ja, en dat wordt vervolgd. Ja, dat krijgen jullie nou nog niet te horen. Nee, dat wordt vervolgd. Dus ja, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van... Ja, het is nog steeds avond. Ik zou zeggen, het is nog steeds avond. En ik kom straks nog een keertje retour voordat ik naar bedje toe ga. Maar we gaan nou eerst zo lekker met deze twee lekkere dieren lopen. Even een kilometertje om. En thuis hebben we nog een schatje die we ook nog uit moeten laten. Ja, gaat allemaal door. Zeker, meer of wind. Ja, vertel jij even met het ene oog voordat ik daar vragen krijg. Ik ben 6 jaar terug blind geslagen aan mijn linkeroog. Dus daarom heeft hij nou één, nou ja, ik zeg melkglas. Zijn linkerglas is een melkglas geworden. Ja. Dus, maar in ieder geval, we gaan lekker lopen. Juist. Zeker mee eens. Dus, nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden, het is al heel, heel, heel erg laat. Zeker vroeg. Ik heb de computer al uit. Nou, moet ik het scherm nog doen. Zo, klok is 7:58, dat weten we. Maar, even zien. Het is 4:05 in de ochtend. Oftewel, het is 7:58, dus 10:50. Moet dan naar bed. Ik heb een hele fijne avond gehad. Het was een supergezellige avond met die twee. En ja, moest mijn vlog nog afmaken. Heb ik gedaan. En ik moest naar mijn Facebook. Heb ik gedaan. Ik ben nou net pas klaar. Ja, het normale, wat ik normaal ook altijd eventjes doe, dat is even nog naar YouTube toe om te kijken naar die flashmobs. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat zijn hele leuke video's dat er iemand een ander ten huwelijk vraagt. Vind ik gewoon leuk om daar naar te kijken. Nou, dat heb ik nou niet gedaan. De meisjes zijn wel al uit geweest, dat hebben we met z'n drieën gedaan. Ja, was gezellig. En ze komen snel weer. Dus ja, we gaan al lekker slapen. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterust, slaap lekker, mooie dromen. Gezond uit je bed zien te komen. En hoe laat ik morgen uit mijn bed kom, weet ik niet. Ik moet in ieder geval wel naar de buren toe om een shot te maken. Bij de buren, daar bij tegenover de kerk, ja. Ik beloofd, ze zou even speciaal iets voor mij doen, dus dat doet ze en daar ga ik een shirt van maken. Vind ik leuk, ja. Jullie kennen de buren al, ja, het is die vrouw die mag graag knuffelen. Ik vergeet altijd die naam, maar in ieder geval, met die beelden van die gekke lachende kop, weet je wel, nou. Daar gaan we morgen weer naartoe en moet ook gebeuren. Daar ga ik morgen even naartoe en dan, ik zie wel hoe laat ik op mijn kooi kom. Komt allemaal wel goed. Lieve vrienden, welterusten. En God houdt over ons allemaal de wacht en ik zeg tot aan de andere kant van de nacht. Doei!